Natural Science. Ik heb op de middelbare school een leraar natuurkunde. En die was een gigantische man, 2,05 meter lang en ook ongeveer zo breed. En die liet zich, om het hefboomprincipe te laten zien, op het schoolgebouw optillen door een heel klein meisje. En dat vond ik super indrukwekkend, want hij heeft daarmee echt laten zien hoe je theorie in iets heel tastbaars kan omzetten. En daarmee ben ik nu eigenlijk ook bezig. Ik werk mee aan een groter project waar we een synthetische cel willen bouwen. En mijn eigen stukje gaat daar over het cytoskelet. Een cel heeft een skelet net als we zelf. En dat geeft een cel dus zijn stabiliteit en zijn stevigheid. Maar het oefent ook zelf krachten uit. Bijvoorbeeld als een cel gaat delen, dan moet hij zich dus samentrekken. En dat komt door het cytoskelet. We weten al best wel goed wat voor eiwitten in dit cytoskelet zitten, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe die moeten samenwerken om een cel zich te laten delen. En daar ben ik dus nu mee bezig. Nou, toen ik klaar was met de middelbare school wilde ik graag iets praktisch doen. En in Duitsland zijn we heel erg trots op onze ingenieurs, dus koos ik voor technische natuurkunde. Maar aan het einde van mijn bachelor bleek het wel dat ik het misschien niet zo interessant vind om alleen met harde stenen te werken. Dus ging ik meer de zachte materie in. Toen ik dan op zoek was naar een PhD, vond ik dit project waar je de complexiteit van leven combineert met natuurkunde. En dus kijkt hoe leven eigenlijk op een natuurkundige manier werkt. En dat vond ik heel leuk. Dit schakelen tussen het super ingewikkeld model van een cel en de mooiheid van de natuurkunde. Nou, voor mij is het vooral de nieuwsgierigheid. Ik vind het altijd cool om meer te weten over hoe de natuur werkt. En als we beter begrijpen in zo'n synthetische cel hoe het cytoskelet werkt, dan kunnen we misschien ook beter zien wat er misgaat als we ziek worden bijvoorbeeld. En verder kunnen we misschien wat we nu leren over het cytoskelet ook toepassen bij het ontwikkelen van nieuwe materialen. Normaal gesproken begin ik 's ochtends met het voorbereiden van mijn experimenten. En als ik dan 's middags aan de microscoop zit en zie dat alles werkt, dan was het echt een goede dag. Soms heb je natuurlijk ook mindere dagen en die kunnen voor mij echt frustrerend zijn, want als natuurkundiger ben ik er niet aan gewend dat eiwitten gewoon niet doen wat je denkt dat ze gaan doen. Nou, ik doe mijn best. Ik ga heel graag dansen, vooral West Coast Swing. En in de zomer, als het buiten mooi weer is, dan ga ik ook graag slacklinen. Dus als je op een lijn loopt die je spant tussen twee bomen. Dus ik hoop dat mijn eigen skelet ook een beetje soepel is nu. Faces of Science.